allemaal, daar ben ik weer. Het is eindelijk gelukt. Het is altijd even zoeken en stoeien om de boel op gang te krijgen. Ik moet alles op gevoel doen. En ja, dat is even een nadeel voor nu. Maar er komt halleluja verandering in, want er is glorie onderweg. Glorie is er al. Jezus zijn glorie, God zijn glorie is op mij, is op ons. Dat is wat Jezus ook zei in Johannes 17. Hij zei, de glorie die op mij, de heerlijkheid die op mij is, Heer, heb ik. Vader, sorry, dat zei hij. De heerlijkheid die op mij heeft geplaatst, Vader, is, heb ik op hun geplaatst, op hun gelegd. De exacte woorden ken ik niet precies. Ik heb al veel mogen leren uit het woord, veel mogen ontvangen. Maar ik zou zeggen, zoek het vooral op. Zoek het vooral op. Het is een prachtig gebed. Johannes 17, het gebed dat Jezus uitspreekt naar de Vader. Spreekt ook van zoveel eenheid, zoveel vrijheid, zoveel... Dat wij niet van deze wereld zijn. Wij zijn zijn koninkrijk binnengegaan. Wij zijn niet langer van deze wereld. Ook zo belangrijk dat we beseffen van... Dat we opnieuw geboren zijn. Zijn koninkrijk ingegaan. Bevrijd uit de duisternis. Wij zijn niet meer in duisternis. Dat is wat Jezus ook zei. Wie mij volgt zal niet wandelen in duisternis. Niet meer wandelen. Nooit meer wandelen in duisternis. Maar zal het licht des levens hebben. Dat is Johannes 8 vanaf 14 of 15 daar ergens in de buurt. Prachtige vers die zo sprekend is. En daar wil ik het nu ook over hebben. Maar daarvoor doe ik even wil ik ook even de timer inzetten om een beetje de tijd in de gaten te houden. What is the date? It's Sunday, July 30th, 2023. Oké, okay, dus dat doe ik even en ik doe ook even een timer. Set the timer at 25 minutes. 25 minutes starting now. Great. Nou, dat moet goed gaan. Ik heb besloten om me niet in te houden in de video's voor wat betreft de openbaringen die ik heb ontvangen om die te delen. Het is een proces waar ik zelf ook in zit, middenin zit. God heeft me heel veel dingen geopenbaard over wie wij werkelijk zijn in Christus. Ik ga niet stukjes inhouden, want de mensen die ik in de vrijheid mag brengen, uiteindelijk zal de Heilige Geest dat doen. Ik mag alleen het woord zaaien. Het woord wat ik mag spreken, dan mag ik zaaien om jullie levens hopelijk te transformeren door dat woord. Dat jullie allerlei geweldige aha-momenten mogen ontvangen. Die vrijheid gaan brengen. Want kijk, Satan probeert maar één ding. En dat is voorkomen dat wij niet wandelen als Jezus. Dat wij niet leven als Jezus. Dat we niet wandelen vanuit diezelfde perfecte liefde die in ons hart is, in onze harten zijn gekomen door de Heilige Geest, waar Romeinen 5 vers 5 over spreekt. De perfecte agape liefde, Gods liefde. Hè? Dat is niet de aardse liefde, wat zo anders is dan Gods liefde. Hè, als mijn vrouw naast me zou zitten, dan zou zij als geen ander weten hoe vaak ik wel niet heb tegen haar heb gezegd in het verleden. Ik hou van jou, ik hou van jou, ik hou van jou, ik hou van jou. Maar dat is, ik hou van jou, ik hield wel van haar hoor. Het is een prachtige, lieve vrouw. Ook al had zij toen haar dingetjes, ik hield echt van haar. En we hebben een prachtig gezin en inmiddels zijn de kinderen groot. Maar dat ik hou van jou was geen echte ik hou van jou. Het was een voorwaardelijke ik hou van jou. Het was een ik hou van jou die zei van ik heb jou nodig. Want ik had heel veel nood. Ik had heel veel lichamelijke behoeften. Dat bracht mij ook en dat bracht mij ook in de verslaving van pornografie. Zij kon gewoon niet aan mijn noden voldoen. Maar God heeft een vrouw niet gemaakt als lustobject, nog een man gemaakt als lustobject. En wij horen, dat is allemaal door de wereld gecreëerd. Door wat de wereld, die heeft seksualiteit die heeft dat uit, Satan heeft dat uitgebuit. Want het is, kunnen we eerlijk zeggen, voor degene die
het kennen. Het is een heerlijk intiem moment tussen man en vrouw. En zoals God het bedoeld heeft, binnen het huwelijk, in die intimiteit, die eenheid is zo belangrijk. Die gemeenschap is zo belangrijk. Want het is ook een teken van de gemeenschap met de Heilige Geest, met Jezus. De gemeenschap, de eenheid, de geesten. En dan spreken we over geestelijke eenheid. Maar dat kan behoorlijk intiem zijn. Dat hoort ook behoorlijk intiem te zijn, want die is nog veel groter, die intimiteit met Jezus, met de Vader, met de Heilige Geest, dan tussen man en vrouw. Dat hoort ook boven de relatie van een man en vrouw te staan, want dat is gezond. Want dan leggen we onze afhankelijkheid, die leggen we bij hem neer en niet bij je partner. Want als ik mijn afhankelijkheid op Renate richt, dan gaat het goed met mij zolang zij geeft wat ik nodig heb. En daar ging het dus in mijn verleden dus volledig missen. Ik kreeg dus niet wat ik wilde. Niet genoeg in mijn ogen in ieder geval. Waardoor ik, waardoor mijn vrede en mijn vreugde werd geroofd. Waardoor ik dus niet in de liefde kon blijven en mijn eigen weg koos. Ik had niet verwacht dat ik deze kant op zou gaan trouwens, maar met het verhaal, maar het is zo de geest het leidt. Dus daar ging heel veel mis, doordat ik in die tijd van mijn leven mijn leven ook nog niet aan Jezus had gegeven. Dus ik was gewoon volledig in de wereld nog, ik was nog volledig in duisternis, ik was nog volledig in zonde. Want je bent pas gered uit die duisternis, uit die zonde, wanneer je opnieuw geboren bent, wanneer je leven helemaal aan hem geeft. Kijk, ik geloofde wel in God hoor, vanaf het begin, als klein babytje kan natuurlijk niet, maar mijn ouders hebben me christelijk opgevoed, ik ben gedoopt als babytje. Ik heb later ook belijdenis gedaan, daarmee verklaard dat ik in Jezus geloof, in de Vader, Zoon, in de Heilige Geest, de drie eenheid, ik heb er ja op gezegd. Maar dat is toch wat anders dan dat ik mijn leven, dat ik mezelf kruisig met hem, dat ik met hem Golgotha opga, mijn kruis oppak, met hem sterf en met hem opstaan in een nieuw leven. Kijk, en de demonen geloven ook echt wel dat Jezus bestaat en dat God echt is en de Heilige Geest. Die weten het als geen ander dat hij echt is. Maar die sidderen van angst, zegt het woord. En dit is ook letterlijk een woord in de Bijbel. Dus we moeten een stap verder, heb ik ook gemerkt. Want als wij ons laten leiden door de Heilige Geest en we hebben de Heilige Geest ontvangen, die is in ons, als die in ons is, dan zullen wij niet vervullen de lusten van het vlees. En dat staat in Galaten 5. En dus vanaf het moment dat wij toen uit de kerk waar wij zijn opgegroeid, wat overigens een kerk is, er is niks met de mensen mee mis. Het zijn lieve mensen, allemaal geweldige mensen. Ik zeg dit ook niet om iemand te veroordelen of wat dan ook. Ik hield van de mensen, ik hield van de dominees en ik hield van het samen zijn. En het zijn allemaal oprechte mensen die oprecht hun best doen om God te geloven, om hem te volgen, zeg maar, om vast te houden aan het geloven. Dat is wat ik toen ervaarde. Je moest je vooral vasthouden, zodat je later naar de hemel ging. Dat was mijn doel toen. Vasthouden, blijven geloven, niet afdwalen, blijven geloven in God. Maar dat is niet wat ik nu weet en wat ik heb geleerd. Ik geloof dat wij niet... Het geloven is vanzelfsprekend. Daar is absoluut geen twijfel meer over. Dat is... Nee, God is zo echt. Jezus is zo echt in mijn leven. De Heilige Geest is zo echt. Het gaat om het transformeren, aan hem gelijk worden. Dat is de hele opzet van het evangelie. Want Jezus kwam naar de aarde niet om de wereld te veroordelen, staat er in Johannes 3, vers 17. Maar om de wereld te redden door hem. En dat woordje redden is het woordje sozo. En dus dat woordje redden, waar het Nieuwe Testament vol van staat, daar staat
Bijna in alle gevallen staat daar in de grondtekst het woordje sozo, wat veel meer betekent. Wat betekent, hij kwam om ons vrij te zetten van alle duisternis. Dus uit het koninkrijk, uit het rijk van de duisternis, uit de greep en de macht van duisternis te halen en in het koninkrijk van zijn zoon, dus vrijzetten. Hij kwam om ons heel te maken, weer te herstellen, te genezen. Volledig vrij van ziekte, gebrokenheid, zorgen, angsten, depressies, noem maar op. Helemaal herstellen, helemaal genezen. Dat wij wandelen in de vrede en de vreugde en gerechtigheid en heerlijkheid, heiligheid in de Heilige Geest. Dus dat niets, maar ook niemand in staat is de vreugde en vrede van ons te stelen, omdat Jezus op de troon van je hart zit. Zoals hij bij mij ook op de troon van mijn hart zit. Wat mensen ook zeggen, wat mensen ook doen, wat mensen ook vinden. Maakt niet uit, niemand is in staat mijn vrede en vreugde te stelen. Want ik heb mezelf in Jezus gevonden. Ik ben een nieuwe schepping in Christus. En Jezus leeft in mij. Het is niet langer ik die leef, maar Jezus leeft in mij. Galaten 2 vers 20, prachtige versen. Dus hij kwam om mij te bevrijden, ons te bevrijden uit duisternis. Hij kwam om ons helemaal volledig te genezen, oftewel heel te maken. Hij kwam om het beeld en gelijkenis van wat verloren is gegaan bij de zondeval. Hè. We zijn gemaakt in een pure en volledige en volmaakte beeld en gelijkenis van God, van Jezus. In het begin, Adam en Eva. Maar dat beeld en gelijkenis was gelijk weg. Dat was verloren gegaan toen Adam en Eva aten van de verboden vruchten wat God hen had verboden. Zij kozen er toen voor om duisternis te volgen, om Satan te geloven, om hem te volgen. En meteen was die pure liefde, de geest was weg uit hen. En Jezus kwam om die zoonschap te herstellen. Kijk, een van de kenmerken toen hij kwam is ook dat hij blies op de discipelen. Toen hij terugkwam. Hij verscheen eerst, was het niet aan Maria Magdalena? Daarna is hij naar de Vader. Hij zei, raak mij niet aan, ik moet eerst naar de Vader gaan. Dat heeft hij gedaan en toen hij terugkwam, kwam hij bij zijn discipelen en hij blies op hen. Hij blies de geest op hen. Hij herstelde het leven, de adem van God. Hij herstelde de adem van God in de discipelen, zodat zij vanaf dat moment dat zij zouden het fundament zijn van het nieuwe Jeruzalem, de nieuwe tempel, de tempel waarin God zou leven onder de mensen, in ons. God is in ons, de Heilige Geest is in ons, de kracht is in ons, Jezus is in ons. Het is de grote mysterie waar Colossense 1 vers 27 over spreekt. De grote mysterie is eindelijk openbaar geworden. Christus in ons, de hope of glory. Halleluja. De hoop van zijn heerlijkheid die in ons gaat verschijnen. En de heerlijkheid is de manifestatie van zijn liefde, zijn kracht, zijn aanwezigheid, alles in hem, alle manifestaties van zijn liefde en kracht, de gaven van de Heilige Geest, de leiding van de Heilige Geest, alles waarin wij mogen leven en manifesteren. Dus dat was ook een ding, dus dat is hersteld. Jezus, dat staat ook in het woord, dat vind je ook terug als je het woord bestudeert, dat wij zijn hersteld. Jezus kwam om, hij was het beeld, een image of God. En hij kwam dat herstellen. He came to restore that what was lost. En dat is verloren gegaan. Daarnaast, ook inderdaad, het vierde ding is redding. Jezus kwam om ons te redden. Dus dat is dat vierde woord. Maar ook daarnaast, hij kwam, het woordje sozo betekent, hij is gekomen om ons te beschermen. Want als wij eenmaal uit de duisternis zijn, vallen wij onder bescherming van God, de Vader. Hij kwam om ons te bewaren, preserve. En daar ga ik ook nog verder op in verdere teachings. Wat te maken heeft ook met aftakeling. Dat we juist niet aftakelen. En ons te keep us safe and sound is het in Engels, oftewel te behoeden en bewaren. Dus ja, behoeden en bewaren en preserve. Preserve is ook een beetje bewaren. Dus ja, ik zou zeggen beschermen, behoeden en bewaren. Dan heb je het hele pakketje wel te pakken. Maar, dus het is een totaal pakket van vrijheid. Colossense 1 vers 13 geeft ook heel duidelijk aan van dat
God heeft, God rescued us out of the dominion, or the grip, the power of darkness, and placed us in the kingdom of his Son, where there is redemption and forgiveness of sin. Dus verlossing, dus volledige verlossing van de oude natuur, de oude ik is dood. Als je opnieuw geboren bent, als je gedoopt bent, dan ben je een nieuwe schepping. Al het oude is afgedaan en al het nieuwe is gekomen. Je bent een volledige nieuwe schepping. Je bent echt bevrijd van duisternis. God heeft jou bevrijd van de macht van duisternis, van de grip van duisternis. Hij heeft je bevrijd uit het rijk van de duisternis, want je bent in Adam geboren. In die zonde ben je inderdaad geboren. Maar daarom kwam Jezus en daarom moest je opnieuw geboren worden, om volledig van die wet vrijgezet te worden, zoals Jezus was het einde van die wet, Romeinen 10 vers 4. Zodat wij in die vrijheid zouden wandelen waar Jezus het over spreekt. En ook Johannes 8, waar hij zegt, wie zondigt is een slaaf van de zonde. Maar de Zoon kwam om ons vrij te zetten. En wie de Zoon vrijzet, is waarlijk vrij. In hetzelfde hoofdstuk zegt hij ook eerder, ik meen na de een veroordeling van vrouw die overspel heeft gepleegd, zegt hij van, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, en we zijn allemaal geroepen om hem te volgen. Een volgeling is een discipel. We zijn allemaal, de discipelen kregen de opdracht om, maak alle volken tot mijn discipelen. Dus niet alleen de mensen, maar ook de volken. We horen hem te volgen. Niet alleen in hem te geloven, maar hem te volgen. Dat is totaal iets anders. Hem volgen. Want wie hem volgt, die zal niet wandelen in duisternis. Dus volgen is met hem sterven en met hem opstaan. Dus wie hem volgt zal never, nooit, nooit meer, staat er, will never walk in darkness, but have the light of life. Dan heb je het licht des levens. Niet meer in duisternis, dat is nogal wat. En ik wil daar de volheid de volheid daarvan wil ik overspreken. Ik wil niks uitlaten. Niks terughouden, zeg maar. Omdat ik weet dat sommige dingen die ik ga zeggen, heel veel christenen nog niet kennen. Echt heel veel. Maar degene die dit horen, wil ik bemoedigen, vooral om het woord in te duiken. Om datgene wat ik zeg, om dat zelf ook te onderzoeken. Lees het woord ook niet om jou gelijk te halen. Om je geloof te bevestigen. Om jouw waarheid te bevestigen. Lees het woord om te onderzoeken. Lees het woord om de Vader te willen leren kennen. We moeten altijd openstaan voor correctie. Als we denken dat we al de waarheid kennen, dan moeten we oppassen. Want dan moeten we eerst eens goed in de spiegel kijken en goed in het woord kijken van, wandel jij volledige kracht van Jezus? Ben je al aan hem gelijk geworden? Doe jij dezelfde dingen als Jezus? Want dat is wel wat het woord zegt. Wij kunnen dezelfde dingen doen. Wij behoren te doen. Wie in mij gelooft, zegt het woord, zegt Jezus zelfs, wie in mij gelooft en in de dingen die ik doe, zal dezelfde doen. En groter zelfs. Nou, dat is nogal wat. Dus wie van jullie kan dat zeggen? Van ik genees alle zieken. Ik wek alle doden op. Ik zet alle mensen vrij. Dat is wat Jezus deed. En hij zegt, wij kunnen dat ook. Want de Bijbel spreekt niet van een tijd van wonderen. De Bijbel spreekt van een God van wonderen. En Jezus is dezelfde. Gisteren, Jezus Christus is dezelfde. Gisteren. Vandaag en tot in eeuwigheid staat er in Hebreeën 13 vers 8. Dat alleen al in die vorige vers is al genoeg om te zeggen van oké, Heer, wij kunnen u dus volgen. Dat was ook de opdracht om hem te volgen, om hem te geloven. Want wat heb je nodig om de dingen te doen die hij deed? Geloof. Bestaat geloof vandaag de dag nog? Ja. Kunnen we dat nog steeds beoefenen? Ja. Dus die wonderen zijn niet afhankelijk van een tijd. Die zijn afhankelijk van ons geloof.
Dus als wij die wonderen niet zien, wat Jezus ons belooft, dan moeten we niet gaan kijken van waarom doet God het niet? Nee, wat kunnen wij doen? Wat doen wij niet goed? Waarom ontvang ik het niet? Want het ligt niet aan God. Jezus heeft alles al gedaan. Door zijn striemen is er al genezing. We zijn al genezen. Maar het ligt aan ons. Het ligt bij ons, bij het lichaam, bij de gelovigen, bij de kerk. Aan ons ligt het waarom wij nog niet in die volheid wandelen. En ik geloof dat wij zelfs elkaar tegenwerken. Dus daarom is het belangrijk dat wij meer en meer vrijkomen. En weten wie we echt zijn in Christus. Vrijkomen van alle misleidingen, alle leugens die er zijn in de kerk. Die ons proberen juist van die kracht en de uitwerking daarvan om ons daarvan te weerhouden. Zodat wij niet wandelen zoals Jezus. Want dat is wat Satan wil. Want als wij wandelen en leven zoals Jezus. Als wij wandelen vanuit die perfecte, onvoorwaardelijke liefde. Waarin niemand ons kan raken. Maar dat wij niet langer bewogen zijn door de mensen. Door je geliefden. Door je werk. Door je broeders en zusters. Dat we niet bewogen worden door ze. Maar dat we geraakt zijn voor ze. Dat we hun nood zien. En niet geïrriteerd of gefrustreerd of gebroken worden door hen. Nee. Want als zij zouden weten wie zij waren in Christus. Als zij zouden wandelen als Jezus. Dan zouden ze nooit doen. Zouden ze nooit zeggen wat ze gezegd of gedaan hebben. En dat moet ons bewegen. Wij mogen gaan kijken vanuit de ogen van Jezus. Dat is Gods verlangen ook. Dat wij zien zoals Jezus ziet. Dat wij zien dat we de Vader meer en meer gaan kennen. Dat wij wandelen zoals Jezus. Zien wat Hij ziet. Doen wat Hij doet. Zegt wat Hij zegt. En liefhebben zoals Hij. Onvoorwaardelijk. Als ik zelfs met mijn betrekking tot je eigen lichaam. Ik ben hartstikke blind. Dat zien jullie, hebben jullie vast wel gezien. Als ik mijn geluk, mijn vrede en vreugde afhankelijk stel van mijn lichamelijke gesteldheid, dan heb ik mijn lichaam verheven boven God. En dan is mijn lichaam Heer en niet Jezus. Want dan is mijn geluk en vrede afhankelijk van of ik wel of niet genees. Dat is afgoderij. Dan heb ik iets of iemand of wat dan ook. Zo kun je iets of iemand of wat dan ook, zelfs je eigen bediening, kun je verheffen boven Jezus. En dat, dan zal datgene wat je verheft boven Jezus, zal in staat zijn jouw vrede en jouw vreugde te roven. Dat kan echt van alles zijn. Dat kan je geliefde zijn, dat kunnen je kinderen zijn, dat kan je werk zijn, dat kan je bediening zijn, dat kunnen je broeders, zusters zijn, dat kan de wereld zijn, dat kan de president zijn, of zelfs alle duisternis wat nu gaande is, dat kunnen hen kunnen ook in staat zijn de vrede en vreugde van jouw hart te roven. Zet Jezus op de troon van je hart. Zet Hem op de eerste plaats. Dat is het belangrijkste wat we moeten doen. Dat is onze taak. En dat is de juiste afhankelijkheid. En dan blijven we in de vrede. En dan blijven we in de vreugde. En dan blijven we in de kracht. En dan blijven we in geloof. En dan blijven we in hoop. En dan is ook de blindheid niet in staat mijn vrede en vreugde van mij te roven. En dat is echt waar. Ik ben niet depressief geweest. Ook niet toen het heel snel ging vanaf 2018. Toen mijn blindheid heel snel achteruit ging. Daar was een reden voor. Ik kom er nog wel op terug als ik dat niet verteld heb. Maar misschien kan ik het net zo goed nu even vertellen. Er is veel te zeggen wat dat betreft. En dit is ook nog maar weer een aanzet tot meer. En dit is een proces. Het is een proces van groeien. Die afhankelijkheid is ook zo belangrijk. Want feitelijk wat je eigenlijk doet, is je drinkt uit iemand anders zijn beker. Hoe vaak zijn er wel niet dat de kinderen gebroken zijn omdat ze niet krijgen van de ouders. Ook binnen de kerk. Hè? En vooral, kijk, in de wereld snap ik het. Maar in de kerk horen wij niet onze ouders boven Jezus te plaatsen. En andersom horen wij als ouders niet onze kinderen boven Jezus te plaatsen. Als wij iets zien wat niet goed is, dan horen wij voor ze te bidden. En liefde omhelzen. En don't take account of suffered wrong. Dus wat ze ook verkeerd doen, het niet te harte nemen. Dus ze vergeven. Vergeven en liefhebben. Hun nood zien. En niet hun, en, en hun,
hun nood en hun gebrokenheid. Zien dat zij juist meer van Jezus nodig hebben. Dat God zich aan hen openbaart, dat Jezus zich aan hen openbaart, dat je bidt voor ze, dat ze zijn meer dan dat ze geworden zijn hier. Breng ze dichter bij je, openbaar jezelf aan, openbaar je liefde voor ze en wees een lief en liefdevol licht. Wees een licht in hun leven. Wees vergevingsgezind. Ik raak het een beetje kwijt. Wees vergevingsgezind. Blijf in de liefde. Wat er ook gebeurt, wat ze ook zeggen. En dat is een proces, dat begrijp ik heel goed. En heb ik zelf ook gemerkt. En in dat proces zit ik ook. En het is mogelijk om volledig in die... Niet afhankelijk te zijn wat mensen zeggen of doen. Ook niet je ouders, ook niet je kinderen, ook niet wat dan ook. Wie dan ook of wat dan ook. Ook je eigen lichaam en gezondheid niet. Als we in alle tijd altijd maar beseffen van, als er iets niet gebeurt, vraag de Heilige Geest jou te openbaren waarom het nog niet zo is. Het ligt niet aan God, maar wat jij verkeerd doet, wat wij nog niet gezien hebben, wat we missen. Welke openbaring we missen. Dus daar zit zoveel vrijheid in en daar wil ik ook over spreken. En dat is nogmaals, dat is gewoon een proces van groeien. De Bijbel zegt ook van, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove the perfect will of God. Dat is Romeinen 12 vers 2. Dus daar spreekt van dat je wees niet één met de wereld, maar wees getransformeerd door het vernieuwen van je denken. Wij zijn getraind door de wereld. Wij zijn opgegroeid in de wereld. Onze zintuigen, het zien, horen, proeven, ruiken, voelen, het gevoel, wat vooral de seksuele kant. Even kijken hoor. Ja. Dus al die zintuigen, die hebben ons gevormd. En nu moeten wij, nu dat we opnieuw geboren zijn, dus met hem gestorven zijn door de doop en met hem opgestaan in een nieuw leven, dat is de doop. Moeten wij opnieuw getraind worden door de Heilige Geest. Ons denken moet veranderen. En dus moeten we spreken wie we werkelijk zijn in Christus. En ik heb daar op mijn blog, waar ik mee bezig ben, daar heb ik al wat teksten staan, dingen die ik... Dat is een beginnetje. Ik hoop daar meer voor te doen. Ik heb daar wat gebeden staan die je kunt verklaren. Ik heb ook jaren, eigenlijk vanaf 2018, heel veel dingen zitten verklaren dagelijks wie ik werkelijk ben in Christus. Het bestrijden van de leugens, waar ik in de vorige introductievideo ook over had. Het bestrijden van de leugens die Satan of zijn demonen je influisteren of laten zien. Want alles in je gedachten is niet van jouzelf. Dat denken mensen wel, maar dat is de geestelijke strijd die er gaande is in deze wereld. Satan probeert ons te misleiden met gedachten en stemmen en beelden die helemaal niet van ons zijn. En waardoor wij altijd denken dat het wel van ons is en dat we slecht zijn of niet dicht, in zonde leven of wat dan ook. Dus daar heb ik ook wat gebeden voor geschreven waarmee je aan de slag kunt. Maar ik wou het bij deze even laten voor wat betreft dit deel. En dan hoop ik in een volgend deel weer verder te gaan. Ik wil graag wel afsluiten in gebed en jullie zegenen. Dus Vader, ik dank u dat u mij de mogelijkheid geeft om al het mooie wat u gedaan hebt in mijn leven met deze lieve mensen te delen hier. Dat ze ook in de vrijheid mogen komen. Dat ze uw vrijheid mogen proeven, Vader. En vraag u nu hier, kom met uw Heilige Geest. En als je de Heilige Geest nog niet hebt ontvangen, of Jezus nog niet hebt ontvangen in je leven, nodig hem dan nu uit. Geef hem een kans om jouw leven te veranderen. Volledig te veranderen, eens en voor altijd. Spreek mij gewoon na en zeg, Heilige Geest, kom in mijn leven. Jezus, ik wil u kennen. Ik wil u volgen. Ik wil u op de troon van mijn hart zetten, plaatsen. Ik wil u leren kennen. Ik wil u volgen.
wilt u uzelf aan mij openbaren? Ik bekeer me van mijn verleden. Ik keer me af ervan. Reinig mij, was mij schoon. En leer mij wie ik in u mag zijn. En Heilige Geest, kom in mij. Kom met uw vuur. Onderwijs mij dat ik mag weten wie ik ben in Christus en wat het betekent. Dat ik Jezus mag volgen alle dagen van mijn leven. Halleluja. Dank u, Jezus. Dus als je dit hebt gedaan, dan dat is een prachtige eerste stap in het dicht bij Jezus komen, hem leren kennen, hem volgen. Ik zou zeggen, als je dit ook hebt gebeden, dan laat je dopen. Zorg dat je gedoopt wordt ergens in de buurt. Je mag ook contact met mij zoeken om je te laten dopen. En dat doen we graag voor je. En dit is een prachtige weg met hem. En wees welkom in de familie van God. Halleluja. Nou, ik ga de volgende keer hiermee verder. Ik zou zeggen, wees gezegend allemaal en tot de volgende video. Doei doei. Woorden.